Joost! Beetje gas. Ja? Beetje gas. Gas erop. Als we daar de vrijdagmiddagborrel niet hebben. Inderdaad, de bitterballen en de champagne die komen eraan. Oh, heb je bitterballen bij je? En je had nog een bepaalde noot uitgezocht. Ja, ik dacht, jij vroeg of ik chips mee wilde nemen. Toen dacht ik, nou laten we dan in ieder geval een macadamia nootje. Lekker vet, dat past een beetje bij die bubbel. Want we gaan niet croaky paprika chips eten bij een champagne. Nee, want dat heb ik al, denk ik, dat heb ik... Ja, je weet wel heel veel van het leven hier in het Drentse haven. Dus nog heel veel wat je kunt leren. Hoi en leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Het is prachtig weer vandaag. Je krijgt toch een beetje lentekriebels met het weer. Dus ik heb plantjes gekocht, allemaal online. Hè. Dat zat allemaal in deze grote doos. Met potten erbij, dus Jordi mag straks aan de slag om dit even uit te gaan pakken. Je bent stagiair of niet? En ik heb een nieuwe waterbezem. Hoe noem je dat? Met soft haren, zodat het dek niet kan beschadigen. Dit sluit ik aan op deze slang. En wat is er met deze slang aan de hand? Het is een slang, Jordi, die niet in de knoop raken kan. Dat is voor mij heel handig. Dat is een grapje, toch? Dat is geen grapje. Het is ook geen Telcel-reclame, maar het is wel echt waar. Dus die ga ik straks even aansluiten. Dan gaan we eens even lekker de bezem er doorheen halen. Ga je meehelpen, Jordi? Of, Nee. Nee, ik denk aan. Ben jij gek? Oké. Zo, op alles voorbereid. Help op de hand. Hij is nieuw. Ik heb eigenlijk nog geen idee hoe dat ding werkt. Alsof dat hij niet in je gezicht... Oh. Ja! Kijk, hey. Hij doet het. Top! Jordi, ja? We keken natuurlijk naar een aankondiging dat wij een rondvaart gingen maken. Er lag hier een prachtige boot, rondvaartboot. Gaan we eens even kijken naar dat itempje. Dat alleen maar gaaf. Gaan we doen. Tot zo! Jordi, ik zei dat ik een verrassing had voor je. Is het zover? Het is zover. Vind je varen leuk? Ja, je zit op een boot, maar... Ja, ik vind het... Ja, ik weet niet. Ik heb eigenlijk geen ervaring met varen. Dus ik heb denk ik de verkeerde stageplek daarvoor uitgekozen. Maar... Ja, dus kijk eens het raam uit. Kijk, dat is dit alweer. Hoe gaaf is dit? Oh, een leuk bootje. Dit is een prachtige Italiaanse salonboot van Cibarone. En die varen hier in Dordrecht... Hallo Joost! De schipper. Die varen hier rond. Gaan we varen? Ja, en ik denk dat is natuurlijk een leuke manier om door te leren kennen. Oh, wat vet. Zie je dat een beetje zitten? Ja, zeker. Ik ben heel benieuwd. Het is al de eerste keer dat ik echt ga varen. Ja, en in wat voor boot? Ik neem je mee. Ik moet zeggen, ik ben zelf ook nog nooit aan boord geweest van dit schip. Gaaf. Maar schipper Joost, je ziet hem hier aankomen lopen. Die is er helemaal klaar voor. Dus trek je jas aan, daar gaan we. Dat had ik niet verwacht, om eerlijk te zijn. Het lijkt als je prijsshow wel. Vet. Nou, jasje aan, daar gaan we. Cool. Chico, jij blijft even hier. Ja? Is misschien maar beter, hè? Doei. Kijk, dat is liggen hier. Die beauty. Daar heb ik het over de boot. Hey Joost. Hey, hallo. Dat is een aardig apparaat wat je hierbij hebt. Jawel, toch? Hoi. Zo, een schitterende boot. Ik heb hem natuurlijk vaak voorbij zien varen hier. Mm-hmm. Maar nog nooit aan boord geweest. Nou, ik heb hem gehouden. Ja. Hoi. Cool, hè? Hallo. Hoi. Ik ben Jordi, de stagiair van de volgende bestemming. Kan ik nog helpen? Nee, hij is los. Hij is los, kijk. Let's go. Kunnen we gaan? Je hebt wel iets gaafs geregeld, Kees. Ja, toch? Ja, als ik iets doe, dan doe ik het niet zomaar natuurlijk. Dus crème de la crème. Nou, en coronatechnisch, je kan ook nog afstand houden, hè? Kijk. Ja, daar zit je dan. Het zit wel lekker. Het is wel een lekker plekje zo. Ja, toch? Nou, daar gaan we dan.
Waar willen we heen? Ja, ik moet Jordi een beetje Dordrecht laten zien. Mm. Dat is de highlight van Dordrecht. Natuurlijk, okay. Alles één grote highlight. Maar misschien een beetje door de grachtjes heen, dat is wel leuk. Ja, want Dordrecht is natuurlijk een beetje het Venetië van het noorden. Van het noorden, ja. Inderdaad. Dus misschien is dat wel een leuk ding, dat we even laten zien hoe leuk het is om met een, met een boot door de grachten te gaan varen. Ja, dat is goed, gaan we doen. Grote kerk op de achtergrond. Kijk, die jongen is vlunderen. Prachtig uit. Ja, toch? Het is weer eens wat anders dan Zuidlaren, Jori. Oh, dat zeker. Dat zeker. Jori, je moet straks even bukken. Dit is de Robrug. Dat kan je je kop kosten. Wow, ja hoor. Het is net. Dat gaat niet altijd waarschijnlijk. Nee. We hebben geluk vandaag. Ja, dat zie je aan de strepen. Nu zijn we in de Wolwevershaven en Kuipershaven. Ja, het is voor mij een bekend terrein. Ja. Voor Jori niet. Mooi hè, al die bootjes hier. Ja, ik vind het fantastisch. Ja. Het is alleen maar oude boten zoals deze. Vrachtschepen van vroeger. Ja, dit is toch gewoon een aanzichtkaart waar je erheen vaart, hè? Een beetje goudkust van Dordrecht. Ja. Nou, deze boot misstaat niet in het geheel. Maar wat is dit voor boot, Joost? Dit is een Venetiaanse watertaxi. Oh. Uit 1997, gebouwd... 1997? Ja. Dat lijkt veel ouder. Ja, nou ja, ja, hij is redelijk modern eigenlijk. Ja. Ja. Met ja. Alle gemakken voorzien. Ik vind het zo'n mooie uitstraling. En dat, want ja, dit is eigenlijk een soort van open gedeelte. Hè? Ja. Dus hier, als het regent, zit jij in de regen. Ja, eigenlijk wel. Ja, dan ben jij nat. Maar dan ga je hierachter. Ja, dan kan je droog en open zitten. Het is een cabrio, dus je kan de helft kan je open schuiven. Ja, het is een cabrio inderdaad. Maar het is een soort van salonboot dan ook. Ja. Ik heb het nog nooit gezien. Maar die is dus geïmporteerd, of tenminste, die hebben jullie uit Italië gehaald? Nee. Hij was al in Nederland. We hebben hem vorig jaar in augustus hebben we hem gekocht. Toen was hij ook helemaal anders. De oude eigenaren die sliepen in eerste instantie hiervoor. Wie sliep hiervoor? Die gingen met de ding op vakantie. Nice. En dan klapten ze dit hier zo naar beneden en dan konden ze dan slapen. Op zich later, wel gaaf, hè? Ja, op zich best wel gaaf. En later hebben ze daar dan achterin een bed gemaakt. En er zat er rechts een koelkastje met twee verschillende stoelen ernaast. Ja. En aan de andere kant een gasfornuis. Maar dat hebben we er allemaal uitgehaald. En eigenlijk weer in de originele staat. En is het weer een watertaxi geworden? Ja, eigenlijk wel. Super gaaf. Deze kleur toch? Nee, klopt. Hij was eerst helemaal wit. Gewoon wit? Ja, dit ja, wit is ook zo. Dat is neptiek. Dit is neptiek. Het is gewoon kunststof. Ja, het is kunststof. Zo. En dit hier, deze banen, die waren helemaal wit. Net als de buitenkant ervan. Ja, dus net mahoniehout is dat of ja, zo? Ja, klopt. Ja, we hebben een foto laten nemen van een andere boot van ons. Die is wel mahonie. Ja. En die hebben de wrappers eigenlijk, die hebben dat doorgetrokken en die hebben er een heel ontwerp van kunnen maken. Zo, dat zit nu op heel de boot. Het is net echt, joh. Ja, dat is een kopie van onze andere boot eigenlijk. Ja, jullie hebben een hele range. Ik zie ze vaak voorbij komen, maar jullie varen af en aan met alle toeristen tegenwoordig in Dordt. Maar ik snap het wel. Hapje, drankje erbij. We hebben nog wel een kleine verrassing hier voor Jori, dat weet u nog niet. Maar we gaan een kleine pitstop maken. Ja, ik zie Joost ook kijken. We hebben nog wel wat in petto. Maar kijk eens joh, we hebben hier groot hoofd. Hey, dit ziet er echt heel vet uit. Ja, dat is de Groothoofdspoort. Ja. Dat is wel een heel mooi stukje door het inderdaad. Ja, wij zijn er samen een paar keer langs gelopen met Chico. Ja. En elke keer denk ik weer van, wauw, dat is gewoon een fantastisch gebouw. Het ziet er echt heel mooi uit. Gewoon een historie, hè? Jordi, deze boot, die kan ook best wel wat harder dan dat we nu gaan. Ja. Ben je daar klaar voor? Ja, nu wel. Nou, dan vraag ik even aan Joost of dat hij de trottel omhoog gooit. Joost! Beetje gas. Ja? Beetje gas. Gas erop.
eerst. Oh. Haar zit er goed van. Wat een avontuur. Kikken. Echt heel gaaf. Hoeveel pk zit er in deze boot? Hier zit 200 pk. We gaan met deze vol gas ongeveer 67 of zo. 67, ja. Nou, dat zo voelen we het ook wel. Nou, we komen nu in wat rustiger vaarwater, maar we betreden nu de grachten van Dordrecht, hè? Ja, eigenlijk de enige nog begaanbare gracht. Ja. De Wijnhaven gaan we nu in, hè? We gaan nu de Wijnhaven in. Ja. Ja. Nou, we gaan de boombrug onderdoor en dan de Wijnhaven in. Ja, heel cool. Of dat je in Venetië waant, Jordi? Nou, zo voelde het wel. Dat zei je toch ook? Het is een beetje de Venetië van Nederland, Dordrecht. Dat idee. Oh, bukken. Nou, dat valt mee. Nee, deze valt mee. Toch een beetje in Venetië geweest. Toch een beetje, ja. Dus, coronatijd, toch een beetje in Venetië. Ik heb het staartstuk wat getrimd, maar ik wil ook meer herrie. Wat heb je? Je staartstuk wat getrimd? Staartstuk wat getrimd, ja. Omdat hier best wel ondiep is. Dat geloof ik, ja. Nu 1 meter hebben we. Kijk hier, een zeldzame Feyenoord eend. Oh, wat gebeurt hier nou? Ja, wat gebeurt hier nou? Ja, Jordi, jij denkt, wat staan we te doen hier? Nou, hier wordt straks iets lekkers meen je niet? Ja, naar beneden getakeld. Het is geen koffieshop. Ja, het is wel een koffieshop. Het is een koffieshop. Ja, eigenlijk wel, ja. Maar niet wat jij ervan denkt. Een ander soort koffieshop. Nee, hier hebben ze echt hele lekkere dingen. Dus als het goed is, wordt er straks een bestelling naar beneden getakeld. Joost, als jij nou zo staat en ik druk even die gashendel naar achteren, dan heb jij een probleem. Dan heb ik wel een probleem, ja. Gaan we niet doen, hoor. Nee. Terwijl we aan het wachten zijn op onze versnapering, heb ik even plaatsgenomen achter het roer. Ik vind dat mij dat ook wel staat, zo'n boot. Gaaf, toch? Kijk, Joost. Ze slacht hem al. Kijk eens aan, normaal gesproken. Dus er hangt daar een klompje aan voor geld. Bij de brug. Moet ik dat eigenlijk doen? Nou, nee, doe me niet. Oh, wat lekker. Ja. Hey, top. Dankjewel. Oh, kijk eens. Wat is het voor iets lekkers? Jordi, ik heb geen idee wat erin zit. Laat je verrassen. Laatste flats. Gaan we van genieten. Ik kan het bijna niet geloven, maar... Ik denk dat dit warme chocolademelk is met slagroom. Ja, die is voor jou. En de koffie. En dit is voor jou, denk ik. Ja, heerlijk. Koffie. Oh, het wordt donker in de tunnel. Oh. Spannend! Dus uit 1383. De gevel aan de andere kant ook. Die we net zagen, ja. Die we net zagen, ja. Alleen deze gevel die is er in 1830 ongeveer voorgezet. Ja, je was er niet bij zelf natuurlijk. Nee, van horen zeggen. Ja, precies. Nou, dat doe je goed. Ja. Ik ga het eens even filmen, want voor je het weet zijn we weer voorbij. Maar dit is wel echt heel gaaf. Kijk eens, mensen. Dit is de damwand, de voorstraat aan de linkerkant, dat is één lange dijk. Ja. Maar die kant kan je nog beter zien, daar staan de gevels helemaal in het water. Ja, ja, ja. En nou, omdat ze dus allemaal in het water staan en het waterpeil fluctueert hier heel erg, hebben ze veelal last van paalrot. Ja. Ja, ja. Hoe dichter bij Dordt, hoe? Rotter. Paalrotter het wordt. Ja. Daar zijn wij het absoluut niet over eens, want we laten zien hoe mooi Dordrecht is. Komt allemaal terzamen. Ja, als je dit ziet, dan ben je toch verkocht. Je weet toch niet wat je ziet? Dat is toch bekend? Ja. Dit hebben wij in Zuid-Laren niet. In Zuid-Laren hebben jullie dit niet. Nee. Zuid-Laren is ook leuk, maar net iets anders. Jordi, dat is de grote kerk. Kunnen we deze vanuit jouw huis zien? Is dat ja, deze? Klopt. Ja. Dat is dezelfde. We zijn een rondje aan het varen. Jij denkt, er zijn 8 kerken in Dordt? Nee. Dit is de allergrootste. Nou, kijk, hè. Wow, die duiven. En
En hier trouwens, Jordi, om in ons thema te blijven, is ook een scène van Zwart Boek opgenomen, de film. Ja. En van de film Kruimeltje. Oh, echt waar? Nee, wist ik niet. Ik vind jou nu wel een beetje de Kruimeltje van Dordrecht eigenlijk. Zal ik me niet zelf kruimeltje. Nee. Joost, ik ben wel benieuwd naar wat voor motor hierin ligt. Kan je me even laten zien? Ja, natuurlijk. Jordi heeft niet eens door, maar achter je gaat de motorkap open. Zo! Daar ben ik wel benieuwd naar. Even kijken. Even het motortje bekijken. Volvo Pentaatje. Klopt, ja. 6-cilinder. 3,5 liter 6-cilinder. Wow. Met nou, 200 pk dus. Is dat de originele motor die erin zit? Ja. Dan is het power genoeg in. Ja, hij gaat hard. Wat is die boot? Het boot weegt zo'n 2,5 ton. Motortje gezien, kapje weer dicht. Gaan we weer verder. De lange ijzeren brug door en dat maakt dat, dat er een einde is gekomen aan het hele fijne tochtje. Joost, dat deed je goed. Dankjewel, ook gezellig. Ja, en Jordi, nou, die heeft de hele dag al een smile op zijn gezicht, dus dat superleuk. En dat allemaal zonder boegschroef, Joost. Ja, nou, ik mag wel een keertje steken. Ja, nou, dat hebben, daar knippen we er gewoon uit. Hij is heel erg lang, met dat staartje stuurt hij niet echt lekker achteruit. Precies, en dan zonder boegschroef is het een dingetje. Maar hij doet het goed, hij houdt rekening met de wind. Hè? Belangrijk. Daar zijn we weer. Daar zijn we weer, Jordi. Dat is toch een leuk vrijdagmiddag uitje zo, hè? Nou, zeg dat wel. Ja, oude student van me. Dat was wat. Nou, ik zeg het wel. Wat een spektakel. Wat vond je ervan? Ik vond het echt heel gaaf. Ik ben echt blij dat je me hebt meegenomen. Er was niet te zien dat je het leuk vond trouwens. Nee, was er niet te zien. Met frisse tegenzin zat hij achterin de boot. Ik zat zo... Dit is helemaal niet leuk. Nou ja, het was gewoon hartstikke gaaf. Het is inmiddels een week geleden. En in die tussentijd heeft Jordi niet stilgezeten, want hij heeft zelf ook een vlogje opgenomen. Ja. Nou, hij moet ook leren een beetje met film om te gaan en te editen. Dus ik heb hem de opdracht gegeven om te zeggen, Jordi, jij gaat verhuizen van Zuid-Laren richting Delft. Ga dat maar eens even filmen en in een klein vlogje samenvatten. Ja. Zullen we er naar kijken? Wat een mooi bruggetje. Moet je wel wat mee doen. Heel professioneel. Maar dan gaan we zeker even naar kijken. Ja, en, Jordi neemt je even mee. Jordi op jacht. Hoi Kees, hoi kijkers. Mijn naam is Jordi Jager en dit is het nieuwe item Jordi op jacht. Voordat ik op jacht ga, wil ik je eerst even vertellen wie ik ben. Ik ben Jordi Jager, ik ben 21 jaar en ik kom uit een heel mooi dorp, Zuid-Laren. Zuid-Laren is een prachtig dorp in het noorden van Drenthe en ik woon daar al mijn hele leven. Ik heb mijn muzikale kamer ingeruild voor Delft, een stad die ik eigenlijk helemaal niet ken. Ja, hier woon ik nu en dat allemaal om stage te kunnen gaan lopen bij de volgende bestemming. Ik ben zelf nog nooit op een boot geweest, dus dit is één groot avontuur voor mij. Ik weet er helemaal niks vanaf. Ook ruil ik trouwens mijn lieve hondje Max in voor Chico. Gelukkig is Chico ook heel lief, maar niet zo lief als Max. Maar zoals ik net al zei, ik woon nu in een stad die ik helemaal niet ken. Het is prachtig weer, we gaan Delft even verkennen. We gaan op jacht.
Kees. Ik ben even aan het rondlopen in Delft. Kijken hoe het er allemaal uitziet hier. En ik zie hier twee trapbootjes staan. Jij hebt mij natuurlijk meegenomen op een rondvaart door Dordrecht. Ik zou jou wel eventjes een keertje lekker rondtrappen in Delft. Ja, het eerste wat mij eigenlijk opvalt zijn alle kleinere straatjes hier en allemaal grachten en eigenlijk een beetje een soort dorpelijk gevoel. Ja, ik kom natuurlijk uit een dorp, dus dat vind ik eigenlijk wel een beetje fijn. Maar het is, ja, het is gewoon iets groter. Het is een groter dorp. Ik hou er wel van, om heel erg eerlijk te zijn. Bier. Dat zou ik dan ook nog wel een keer moeten proberen. Zo, daar ben ik weer. Terug in mijn kamertje in Delft. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om dit avontuur met mij aan te gaan. Wat een gave stad is Delft, moet ik toch eerlijk zeggen. Ja, het is wel een beetje anders natuurlijk in lockdown tijd. Normaal zou het vast een stuk drukker zijn. Er zal er veel meer te doen zijn. Maar het was wel heel erg leuk. Hopelijk vonden jullie mijn eerste vlogje leuk. Het was de eerste keer dat ik ooit gevlogd heb, dus er valt nog heel veel te leren. Dit was Jordi op jacht. Terug naar de vlogende bestemming. Jordi, ik ben lekker bezig. Ja, hè? Heb je een kappertje gepakt of niet? Illegaal kappertje? Nou, mijn moeder heeft dit eventjes gedaan voor mij. Ze zei van, moet er misschien een klein stukje af? Is wel netjes voor op de vlogs met Kees. Ze zei, ja, maar ik wil mijn haar niet kort. En de tondeus ging over mijn haar en toen stopte die en toen hoorde ik, oh. En toen wist ik genoeg. Nou, staat je goed, Jordi. Dankjewel. Frisse kop. Frisse kop. Mag wel met het weer. Jazeker. Terwijl Jordi inmiddels druk bezig is om mooie potten uit te pakken. Ja. Het lijkt wel je verjaardag. Er zit alleen niks voor jou bij. Sorry. Dat is dan weer jammer. Ja, dat zijn mijn potten. Mijn potten. Ja, potten. Nee, dit wordt hartstikke mooi, hoor. Even een beetje wat meer vrouwelijkheid in het schip brengen, want het was zo sfeerloos. Het is wel een mooie pot. Het is zeker een mooie pot. In de categorie potten is dit wel een mooie pot. Laten we maar eens even zien. Ja. Het is een mooie zebra-stijl. Zebra, ja. Zebra-stijl. Ik zie Chico ook kijken. Ja, zebra-stijl. Maar trouwens, Jordi, jouw eerste vlog, hoe beviel dat? Ja, dat beviel wel goed. Ja. Het was wel de eerste keer voor mij, dus er zijn wel wat leerpuntjes. Ja. Maar als ik goed genoeg blijf oefenen, dan haal ik jou nog wel één, Kees. Ja, dat dacht jij. Ja. Zit hier, hoor. Nou, dat gaat je vast lukken, Jordi, mij inhalen. Zo moeilijk is dat helemaal niet. Maar je bent al aardig van start gegaan en ik vind het leuk om naar te kijken. Mooi. Ik hoop dat de kijkers het ook leuk vinden. Laat het even weten hier onder de reacties onder deze video. En waar hij de volgende keer naartoe kan gaan. Ja, waar hij de volgende keer naartoe kan gaan. Ja. Laat het weten, want Jordi die wil graag op jacht. Zeker. Nou, jouw tijd zit erop. Het is weekend, nou, vrijdagmiddag. Weekend. Hij legt toch gelijk zijn spullen mee. Oh ja. Zo makkelijk gaat het niet, Jordi. Nee, maar serieus, hij gaat lekker terug naar Delft. En ik krijg vanmiddag Mignon op bezoek, buurvrouw Mignon. En die komt hier met de sup aangelegd. Dan gaan we eens even een vrijdagmiddag borreltje hebben. Gezellig hier op het upperdek. Dus moet ik nog even een beetje schoonmaken en wat sfeer erin brengen. Hè? Daar is hij weer. En dan gaan we daar even van genieten. Nou, de glaasjes staan klaar. Komt zo, buurvrouwtje. Gewoon even op het suppie. Doei. Hoi. Als we daar de vrijdagmiddagborrel niet hebben. Inderdaad, de bitterballen en de champagne die komen eraan. Oh, heb je bitterballen bij je? Wat ben jij daar toch bedreven in, hè? Ik zal je eens even helpen. Maar weet je dat het sneller is om bij jou te komen via de sub dan via de steiger en de kade? Ja. Dus ik denk dat ik het voortaan zo ga doen. Ik zou het doen.
Kijk eens, Chico, tante Mignon is er. Oh, ik ga je helpen. Oeh. Nou, als ik ergens ook bedreven in ben, is het de alcohol veilig voor de subwoofer. En ik pak dat graag van je aan. Voilà. Nou, geweldig. Mag ik hier aanleggen? Jazeker. Zo doen we dat hier. Ik dacht dat je aan boord zou komen, maar je hebt nog even een kleine soort zenmoment hier. Ja, ik ben even mijn professie als levensgenieter aan het uitoefenen. Ik krijg er bijna zin in om. Ja, je moet er ook heen. Ja, ik moet er ook heen. Ja, ik zit nog niet in de subcategorie. Maar ik vind het wel super leuk. Ik doe net alsof je deze grappen niet gehoord. Ik heb boven op dek heb ik ook een leuk uitzicht, hoor. En, even naar ik heb al een chippy klaargezet. Heel, heel glamorous, zo'n vuilniszak. Nee, ja, mijn tas is nog onderweg. Ik snap het, jij. Nou, doe of dat je thuis bent. Ik heb trouwens voor wat gezelligheid gezorgd. Zie je dat? Ik heb het complete tuincentrum leeggekocht. Wat kijk je? Ja, nee, ja, nu moet ik natuurlijk zeggen, wat gezellig. Wat ja. Gezellig? Ja, dank je. Hartstikke leuk. Ik heb hier nog wat en zo. En daarboven ook. Oh, kijk, de glazen staan al klaar. Dus het is een beetje wat de huiselijkere setting heb ik ervan gemaakt. Ik ga me heel even omkleden, want dit is bloedverziekte. Oh ja, dan doe ik even de hand voor de camera, want dat is natuurlijk... Voor... En je ooglicht. En mijn ooglicht. Komt ie. Nee, wow. Nee, nee, ja, nee. Voor je het weet gaan ze weer allemaal zeggen, oh ja, die chick heeft meer zin in gisteren. Ik wil dat niet meer. Oké, okay, stop. Heel mijn waardigheid eraan te ja, ja. Als ik ergens mee kan helpen, moet je het zeggen, hè? Nou, dit is zo warm en bezweet, ik denk niet dat je wil helpen. Ik zie zelfs Chico weglopen. Oké, okay, gaan we. Zo, daar verschijnt in één keer weer een knappe dame, hè? Zo, Ik heb mijn superheldenpak uitgetrokken. Je super... ja. Nou, hoe gaan we dit aanpakken? Er staat een hele tafel ik ga voor. Hier zitten en jij gaat het verder helemaal regelen. Ja? Oké, okay, nou, wij zuipen best wel... Voor het havenleven drinken wij gemiddeld. Gemiddeld. Dus ik heb 2 flessen meegenomen, een champagne en een Cremant de Bourgogne. Oh. En, nou... De ene hangen we in een touwtje achter de boot en de andere die gaan we nu openmaken. Maar dit hoort wel een beetje bij het bootleven. Ja, zeker. Ook gewoon het havenleven hier. Je wordt wel snel oud. En je had nog een bepaalde noot uitgezocht. Ja, ik dacht, jij vroeg of ik chips mee wilde nemen. Toen dacht ik, nou laten we dan in ieder geval een macadamia nootje. Lekker vet, dat past een beetje bij die bubbel. Want we gaan niet croquis paprika chips eten bij een champagne. Nee, want dat heb ik al, denk ik. Dat heb ik, Ja, je weet wel heel veel van het leven hier in de Drentse haven. Dus nog heel veel wat je kunt leren. Lachaim. Lachaim. Op het leven. Ik zeg proost, cheers, ja, op het leven. Heel belangrijk. En daarover gesproken, ja, ik moet even... Heerlijk. Ik moet even jullie ook nog bedanken, want... Misschien kan jij ze erbij pakken, Mignon. Ik heb heel veel lieve kaartjes gehad van jullie kijkers. Naar aanleiding van het bericht wat ik vorige week onder in de post zette. Dat mijn moeder best wel ziek is. En je daardoor ook mijn vader wat minder ziet in de vlog, helaas. Maar ik heb heel veel leuke lieve kaartjes gehad die ik absoluut door ga geven. En dat is heel waardevol. Kan ik wel zeggen. Ik krijg er een beetje kippenvel van zelfs. Ik wil toch deze leuke vlog afsluiten vanuit hier. We gaan nog één keer een toastje doen, Mignon. Gezellig dat je er bent. Bedankt weer voor het kijken en tot de volgende bestemming. Doei!